een paar jaar voordat ik het bedrijf Superfoodies kocht in Engeland, dat toen niet zo heette. Een paar jaar voordat ik dat bedrijf kocht, toen begon ik aan vrienden, hè, waaronder aan jou en aan gezamenlijke vrienden zoals Albert Sonneveld, uit te spreken. Ik zou graag een mentor willen. Ik zou graag een mentor willen die een bedrijf heeft opgebouwd van 100 miljoen omzet om van te leren. Mm-hmm. Omdat ik begreep dat de snelste manier om eigenschappen te ontwikkelen is om naast iemand te staan die eigenschappen al heeft ontwikkeld. Het is een mentor hebben en daar heel, heel dicht naast kunnen staan. Te zien hoe beweegt hij, hoe denkt hij, hoe handelt hij. Daarom, omdat mijn ambitie was om een groot bedrijf te bouwen, begon ik te zeggen, ik wil graag een mentor die bedrijf opgebouwd van 100 miljoen omzet. Mm-hmm. En ik heb in januari 2012 heb ik superfood.nl gekocht. En een paar maanden daarvoor, in oktober 2011, was ik bij Business Mastery van Tony Robbins in Londen. En ik stond vooraan om als eerste naar binnen te gaan en keihard naar voren te rennen om vooraan te zitten. Chaka te schreeuwen. Chaka te schreeuwen. En naast mij stond een vrouw. Ik had een shakebeker bij me met een hele donkergroene spirulina smoothie erin. Iets wat de meeste mensen nu nog steeds niet zouden drinken en toen helemaal niet. En zij zei, wat zit er in je smoothie? En ik zei, spirulina, chlorella en andere superfoods. Zij zei, cool, doe je iets met superfoods? Zei, ik ben bezig een superfoodsbedrijf over te nemen, zei ik. En zij zei, dat is leuk. Ik heb een superfoodsbedrijf hier in Engeland, Detox Your World. En we waren de eerste in 2000 om superfoods te gaan importeren naar de UK. Ik zei, leuk, zullen we straks gaan lunchen? En wij met elkaar lunchen. En ik merkte tijdens het gesprek dat ze afstand begon te nemen van het bedrijf. En ik zei, zou je bedrijf niet willen verkopen? Want superfood.nl, wat ik aan het overnemen was, was gewoon een webwinkeltje, was gewoon handel. En voorverpakte goederen doorverkopen feitelijk. Maar zij had al een biologisch gecertificeerde productieunit waar ze de grondstoffen inkocht en zelf verpakte en produceerde. En ik zag natuurlijk perfect die combinatie. Dus ik vroeg aan haar, wil je je bedrijf verkopen? En zij zei, nog niet verder vertellen, maar we hebben het al in de stille verkoop gezet. En toen dacht ik, nu heb ik iemand nodig om dit bedrijf over te nemen. Want het bedrijf was veel groter dan het mijn bedrijf was. En ik had het bedrijf nog niet eens overgenomen op dat moment. Nu heb ik iemand nodig om het te financieren. En dat was ook een moment dat ik dacht, oké, als de law of attraction werkt, als we inderdaad zo'n wet van aantrekking hebben, Laat me dat dan nu gaan testen. Laat me gaan testen of ik kan visualiseren en aan het universum kan overgeven, kan loslaten. Help mij om iemand te vinden. En via Albert Sonneveld, die had een vriend van hem, waarmee hij uit eten was. En Albert, die zei, ik ben ook begonnen in de superfoods, want Albert en ik zijn oorspronkelijk zelf het bedrijf, samen het bedrijf begonnen. En toen zei die vriend van hem, superfoods, dan moet je deze man ontmoeten, want die heeft net een bedrijf in biologische levensmiddelen verkocht. En die is eigenlijk met pensioen, maar misschien kan die je wel helpen. Zo ontmoette ik mijn latere zakenpartner. En toen kwam ik erachter dat hij een bedrijf had opgebouwd van 100 miljoen omzet. Precies dat wat ik had uitgesproken, waar ik naar op zoek was.